Welkom bij BNT TV. Vandaag worden jullie een dubbel O. Een onderzoeker en een ontwerper. Een onderzoeker stelt allerlei vragen en gaat op zoek naar antwoorden. Een ontwerper bedenkt allerlei oplossingen voor problemen waar mensen tegenaan lopen. Jullie hebben een onderzoeksvraag bedacht. Het is nu tijd om bronnen te raadplegen. Haha. Uit bronnen kun je informatie halen. Denk aan boeken, films, nieuws of mensen die veel kennis hebben. Wij hebben een mini-challenge voor jullie. Hoeveel bronnen kan jullie klas samen bedenken in 1 minuut? De regel is dat het allemaal verschillende bronnen moeten zijn. Coach, tel jij? 3, 2, 1, go! Hoeveel bronnen hebben jullie bedacht? Deel het op social media. En wie weet zijn jullie wel de winnaar. Een van de bronnen die jullie dus kunnen raadplegen zijn mensen. Met een interview of vragenlijst kan je informatie van ze krijgen. Vooral met een interview kan je het wat en waarom ontdekken. En meer details te weten komen. Meneertje, is het belangrijk om energie te besparen? Nou, ja. Doe jij wat voor het beter milieu? Ja. Doe jij dingen niet voor het milieu? Ja, ik doe ook dingen niet. Wat fijn dat u aan het interview meedoet. Hoe belangrijk is het om energie te besparen? Zie! Het is ontzettend belangrijk, omdat het de eerste stap is om klimaatverandering tegen te houden. En wat doet u voor een beter milieu? Ik probeer korter te douchen, minder de auto te pakken en minder vlees te eten. Zijn er dingen die u niet doet, maar wel zou kunnen doen? En waarom? Als ik op vakantie ga, pak ik toch graag het vliegtuig, want dat is sneller en dan ben ik minder moe. Hey. Er schiet me nog iets te binnen. Wat zou het makkelijker voor u maken? Ik zou willen dat het openbaar vervoer goedkoper is. En wat vonden jullie het beste interview? Stemmen jullie op interview 1 of 2? Bespreek het nu in de klas. In interview 2 waren er meer open vragen, waardoor er meer werd gedeeld. Ja, toch. De interviewers waren wat vriendelijker. Dat helpt ook. En er werd doorgevraagd. Hebben jullie ook opgemerkt dat Jelka en Richard al heel de aflevering in een boekje schrijven? Als dubbel O is het heel belangrijk om elke bevinding op te schrijven. Dan heb je uiteindelijk een overzicht van alle resultaten en kan je een conclusie trekken. Je conclusie is het antwoord op je onderzoeksvraag. Wij kwamen erachter dat het grootste probleem met energie besparen is dat het te duur is. Sommige mensen vonden het lastig om gewoontes te veranderen.
Nadat je het antwoord op je onderzoeksvraag hebt gevonden, kun je een probleem bedenken en oplossingen verzinnen. Onthoud! Leef je in! Ontwerpers verzinnen oplossingen voor anderen. Denk alle kanten op. En bepaal je richting. Hierbij kan het helpen om te kijken of een oplossing voor iedereen werkt. Ga lekker aan de slag. Tot de volgende keer bij BNT TV.